Een Poolse voetganger is zaterdagavond laat om het leven gekomen bij een ongeval in Standaar Buiten. Kort daarvoor hadden vier Polen met een auto pech gekregen waarna het slachtoffer te voet hulp was gaan halen. Hij werd kort voor middernacht op de donkere Markweg echter geschept door een automobilist. Hulpverleners, waaronder een traumahelikopter, werden gealarmeerd, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. De Pool overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft op de plek van het ongeluk uitvoerig sporenonderzoek verricht om zo de toedracht van het ongeval te kunnen achterhalen.